Gennai was een team van vrijwilligers van Porta Gora naar Kroatië en Bosnië afgereisd om 30 rolstoelbedden en een ziekenhuisbed af te leveren bij humanitaire projecten van Porta Gora, Centrum van Europese Samenwerking. About 12 meters. Deze week volgt er een tegenbezoek door drie verschillende groepen uit Bosnië-Herzegovina en Kroatië. Al op zondag is de eerste groep van 8 personen uit Doi Istok, Bosnië-Herzegovina, namens het internationale Forum of Solidarity Emaus in Tilburg aangekomen. In Doi Istok runnen zij een opvangkamp voor mensen die om welke reden dan ook niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maandag arriveerden nog twee mensen uit Tuzla namens de technische school Bridge, waar Tilburg sinds 1997 een stedencontact mee onderhoudt, waarbij de focus ligt op onderwijs en stimuleren van studentenondernemerschap. Het ROC Tilburg heeft in de loop der jaren al veel bijgedragen met het inrichten van praktijklokalen voor elektrotechniek en mechanica. Een van de projecten in Tilburg die bezocht werden was het Johan Cruijff Court. Dat is een klein voetbalveld van kunstgras en een moderne versie van het oude trapveldje. Ze worden speciaal in de woonwijk aangelegd en zijn bedoeld om de sportiviteit en de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. Tilburg kent inmiddels 5 van deze Cruijff Courts. In Tilburg-Noord ging de groep op bezoek bij Woodworks. Woodworks is een hout-leer-werkplaats voor jongeren met een beperking. Daar krijgen zij de kans om hun talenten in te zetten. Met Woodworks liggen op dit moment plannen om een dialoogtafel voor Srebrenica te ontwerpen van hergebruikt hout. Er was ook ruimte voor ontspanning. Onder leiding van gids en historicus Joop Lichthart maakte het gezelschap een ronde door het centrum van Tilburg. Otprilike u to doba imali smo malu zajednicu, otprilike oko 1000 i nešto ljudi je živjelo tu. Daarbij werd ook een bijzonder kunstwerk bij het Factorium bezocht. Een interactief kunstwerk dat You and Me heet en winnaar werd van de Brabantse straatkunstprijs. Tijdens een conferentie van 1,5 dag hebben de organisaties afgesproken om te gaan samenwerken in concrete projecten. De samenwerking zal bestaan uit onder meer het uitwisselen van kennis, informatie, goederen, vaardigheden en met het opzetten van een digitaal netwerk. Met als doel het opbouwen, stimuleren van onderwijs, ondernemerschap, gezondheidszorg, toerisme en sociale arbeid. In het gemeentehuis van Tilburg werd de delegatie door lokale burgemeester Roel Lauwerier namens het college ontvangen. De burgemeester van Trogir heeft bij deze gelegenheid aan het Tilburgse stadsbestuur overgebracht dat hij als bestuurder achter het initiatief van deze verenigde organisatie staat en hij vroeg de gemeente Tilburg om hetzelfde te doen.